brandoliertankstations, hilarious creatieve reclamemakers en de promotie supportclub van FC Zutphen. Enthousiaste aanhangers van FC Zutphen Internet TV. Eelco Wortel, welkom voor de camera, voorzitter van de technische commissie. Je bent 3 jaar geleden begonnen als voorzitter van de TC met denk ik een aantal doelstellingen. Nu zijn we 3 jaar verder. Zijn die gerealiseerd of hoe is dat verder gegaan? Nou ja, 3 jaar geleden inderdaad zijn we begonnen. Toen was Jeroen Bleumink zo dapper om ons erbij te betrekken om toch weer eens even te kijken naar het technische beleid binnen onze vereniging. En hij had het gevoel dat dat toch wel beter kon. En de belangrijkste doelstelling die wij ons eigenlijk gesteld hebben was om weer te kijken naar binding binnen de vereniging. Gewoon het verenigingsleven wat te verbeteren, elftallen te creëren die bestaan uit jongens van FC Zutphen, weinig meer van buitenaf. Dat niet als doelstelling op zich, maar wel gewoon kijken van dat elk elftal een afspiegeling moet zijn van de vereniging. En dat wilden we doen door meer voetbal te bieden, meer trainers ook uit de eigen geledingen proberen te krijgen. En ik denk dat we daar in ieder geval goed en mee op weg zijn. Het eerste elftal is een mooi elftal. Het tweede elftal is ook weer een team wat er staat. Trainers, 3 jaar geleden hadden we er 3 in de pupillen die een beetje voetbal of Zutphen gerelateerd waren. En nu zijn het er al bijna 20. Dus wat dat betreft gaan we de goede kant op. Ja, Michiel als technisch coördinator, Michiel van der Beek. Jij hebt daar ook een belangrijk aandeel in vervuld. Want afgelopen zaterdag zagen we ook een aantrekkelijke groep met jonge trainers. Hè, dus hoe is dat afgelopen jaar zo verlopen? Want je bent afgelopen jaar bij jou begonnen als voetbaltechnisch coördinator. Hè? Ja, dat klopt. Ik denk doordat ik de meeste jongens die volgend jaar trainer gaan zijn aan de onderkant, dat ik ze persoonlijk ken. Dat maakt het allemaal wel wat makkelijker. En als je ook nog eens weet dat ze sportachtergronden hebben, SEAL, Sport en Bewegen, ALO, noem het allemaal maar op. Dan wordt het allemaal wat makkelijker, want dan zijn ze enthousiast, dan vinden ze het ook leuk om voor een groep te staan. Dus dan is het eigenlijk kat in het bakkie. Ja, dat is duidelijk. Eelco, we hebben het ook gehad over breedtesport. Altijd is het zo geweest in het verleden dat nog wel eens de niet geselecteerde elftallen, dat wat bijhing. Maar daar wordt nu ook heel duidelijk aandacht aan besteed. Ja, voor ons is de breedte net zo belangrijk als het selectieverhaal. Kijk, de TC, de Technische Commissie, heeft natuurlijk een belangrijke taak en dat is het aanstellen van het betaalde kader. Dus daardoor lijkt het ook dat heel veel focus daarop ligt, op selectieelftallen. Maar wij zien gewoon dat is 80% van de vereniging. Dus daar moet je gewoon veel aandacht voor hebben. En wij proberen dat ook te doen door middel van het voetbalaanbod gelijkwaardig maken aan selectieelftallen. Dus dat het niet zo is dat de selectie goede trainingen, goede ballen, goede materialen heeft en de rest erbij hangt. We proberen dat veel gelijkmatiger te krijgen. Dat is een proces wat tijd kost. In de pupillen is dat nu goed geregeld middels de Rines-app, circuittrainingen, nieuwe trainers erbij. En daardoor heeft iedereen daar een goed aanbod. Bij de junioren is daar nog een wereld te winnen. Daar zijn we wel hard mee bezig. En wat er ook bij belangrijk is, is dat we werken met coördinatoren die daar zeg maar echt met hart en ziel bezig zijn om dat ook door te zetten. En dat zijn eigenlijk de belangrijke mensen binnen het hele verhaal. En daar moeten we veel aandacht voor hebben. En dat is zeg maar het brede verhaal waar wij mee werken. Ja, want binnen de pupillen, Michiel, zijn er ook wat wijzigingen komend seizoen. Hè? De wijze hoe jullie gaan trainen, hè? Klopt dat? Naast het trainen ook de wedstrijden. Dus de competitievorm vanuit de KNVB gaat iets gewijzigd worden. Maar trainingsvorm willen we gaan we aanpakken door, wat Eelco al zei, het trainingsaanbod voor iedereen gelijkwaardig te maken. Het is lastig om ook bij de niet-selectieteams altijd jongens te krijgen die op ALO, SEAL zitten. Maar we denken dat we nu een plan aan het uitschrijven zijn dat we ook die kinderen die in niet-selectieteampjes spelen binnen de onderbouw, om diezelfde trainingen te laten ervaren en ook jonge gasten voor de groep te krijgen. Dus ja, daar zijn we nu druk mee bezig en dat gaat in augustus starten. Ja, hoe gaat dat precies in zijn werk? Is het zo dat al die kinderen zeg maar van, laten we zeggen, van JO10 of JO9, dat alle 4 elftallen, stel dat je 4 elftallen hebt, tegelijk worden getraind? Die trainen altijd al gelijk, alleen in verschillende teams en in een circuitvorm. Nu willen we binnen de niet-selectieteams
Dus teams samen laten trainen en worden getraind dan door jongens die één keer in de week op het veld kunnen staan. En dat zullen jonge jongens zijn. En de andere training zal dan in je normale teamverband zijn waar je ook zaterdag de wedstrijden mee speelt. Oké. En waar moet dat uiteindelijk toe leiden, Ilko? Dat moet leiden tot leukere trainingen, betere elftallen, betere spelers, betere sfeer. Maar ook dat kinderen makkelijker met elkaar kunnen verkeren. Dus dat je met teamindelingen latere jaren minder problemen hebt. Dat het niet meer uitmaakt of je nou bij dit groepje hoort of dat groepje. Want je hebt in je hele voetballoopbaan, klinkt wat zwaar, maar heb je al gewoon met iedereen getraind. Dus dat is een van de voordelen. Kinderen kunnen van elkaar leren. De goede van de minder goede. En je moet ook teams op een bepaald moment samen gaan voegen, omdat alle aantallen bij die teams steeds wijzigen. Dus het is ook gewoon zaak om dat al op daarop voor te sorteren. Dus als je van de achttallen naar de elftallen gaat, is het wel fijn dat ook die achttallen al elkaar een beetje kennen. En dat niveau een beetje naar elkaar toe trekt. En daar moet dat toe leiden. En uiteindelijk moet het ertoe leiden dat iemand hier gewoon graag wil blijven en blijven sporten. En dat is een beetje de doelstelling van het verhaal. En ook als ze hoger opgespeeld hebben, graag weer terugkomen, denk ik. Hè? Ja, dat sowieso. Maar goed, iedereen moet hier graag terug willen komen. Dat, okay. Dat geldt voor iedereen. Ja, nee, dat is prima. Hoe zit het met de faciliteiten? Laatste vraag, Michiel. Zijn daar nog verbeteringen mogelijk of hoe kijken jullie daar tegenaan? Momenteel is het wat lastig om in te schatten of we meer faciliteiten kunnen bieden. Ik heb alleen maar oog voor één en dat is het faciliteren van goede trainingen en juiste trainers op de juiste plekken. En of we dan voldoende ballen nu even hebben of hesjes, dat is lastig, want het gaat om geld. En dat hebben we op dit moment misschien niet zo als dat we willen. Dus het faciliteren van juiste trainers, dat is het enige waar ik eigenlijk nu aan denk. Oké, okay, nog even één punt, nog één vraag. Jij hebt ook nog iemand die ook medetechnisch coördinator is, hè? Ja, ik ken Tim Berens. Die gaat zich bezighouden met de bovenbouw, dus onder 19 tot en met de onder 13. En ik ken Tim al mijn hele leven. Die was trainer van mij bij de onder 15 hier. Dus ik ken hem al heel lang en ben heel blij mee dat ik het samen met hem mag gaan doen. Prima. Laatste woord is dan natuurlijk aan de voorzitter, dan Ilko. Ja, ik wilde nog even inhaken op Michiel met de materialen. En dat is wel heel belangrijk bij de vereniging. Dat is toch wel een heet hangijzer soms. Dat mensen, leden, het graag goed willen doen. En dan zo snel mogelijk alles pakken. En zo snel mogelijk gaan trainen. Goaltjes gebruiken, waardoor de keeperstraining niet kan plaatsvinden. Dat zijn dingen die we wel iets beter met elkaar moeten gaan organiseren de komende tijd. Want daar ook, met name met geld. We moeten het doen met wat er is. En dat moet dan ook nuttig besteed worden. We'll be right back.